Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we twee dingen doen. Nummer 1 is namelijk het één na leukste ding. Als je een eigen zaak hebt. Nummer 1 is natuurlijk de mensen trainen. En nummer 2, dat ga ik zo vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog dat bankje wat voor mij op de tafel ligt, gaan we opknappen. Ik heb in de vorige vlog al laten zien dat ik dit bankje heb gekregen van een lid van mijn sportclub. Hij is alleen een beetje versleten, dus ik ga eens kijken en ga eens proberen om dat bankje op te knappen. Ik heb geen flauw idee of dat lukt. Het leukste wat er is aan eigen zaak hebben is dat je andere mensen helpt hun doelstelling te behalen. En als die mensen dan hun doelstelling halen, dan krijg ik daar een beloning voor en die beloning is geld. En dat klinkt wel een beetje vrij direct van ik krijg daar geld voor. Ik ben absoluut geen geldwolf. Alleen geld is een middel wat we nodig hebben om materialen te kopen. Waarmee ik dus mijn klanten weer beter van dienst kan zijn. Dus het twee na leukste ding als je een eigen bedrijf hebt, is dat je mensen beter van dienst kan zijn doordat je allemaal nieuw materiaal kan kopen. En dat is wat we vandaag zeker te weten gaan doen. Dat was echt heel veel meer werk dan dat ik had verwacht. Nou ga ik eerst al deze oneffenheden even plat slaan, erin slaan. Zodat ik dan een mooi stukje stof eroverheen kan doen. En dan is die hopelijk weer zo goed als nieuw. Dit is het eindresultaat. Hoekjes gewoon mooi dubbel gevouwen. Helemaal strak zoals jullie zien. Mooi, netjes. Nou, die andere stukjes nog. Zo, het andere stukje is ook af. En dit bankje lijkt echt weer zo goed als nieuw. Dan gaan we nu even omhoog. En dan ga ik jullie eens laten zien wat voor fitnessmateriaal we gaan bestellen. En een aantal handige tips. Als je voor jezelf een home gym wilt gaan maken en laat ik vooral zien welke materialen ik vroeger heb besteld en waarom ik die heb besteld. Daar gaan we. We zijn in mijn kantoorruimte, ik sta achter in mijn bureau en ik wil jullie een aantal tips meegeven als je een eigen sportruimte gaat bouwen. Ik heb inmiddels een ruimte of 4 gebouwd. Nummer 1 is die slaapkamer daar. Ik ben officieel eigenlijk bij mijn ouders thuis begonnen, dat is eigenlijk ruimte 1. Dit hierachter, toen ik op mezelf ging wonen, dat is ruimte 2. Daarna heb ik een tuinhuisje gebouwd. Dat kunnen jullie nog zien op mijn YouTube video's, dat is ruimte 3. Daarna heb ik een heel klein loodsje hier gehuurd in de buurt. Toen ik voor mezelf begon, dat was ruimte 4. Nu de locatie waar we nu zitten is ruimte 5. En nu de uitbreiding is ruimte 6. Ik heb dus inmiddels 6 ruimtes ingericht. En iets wat ik wil meegeven is, koop echt alleen het hoognodige. Ik krijg nog wel eens berichtjes van jullie via Instagram of via YouTube. Raymond, wat vind jij hiervan? Raymond, waarom zou ik dit wel of niet kopen? Op een gegeven moment, hoe groot je ruimte ook is. Ik begon daar met 12 vierkante meter. Ik zit nu op 250 vierkante meter. Dat is 20 keer zoveel. Hoe dan ook raken je ruimtes altijd vol. Als je meer ruimte hebt, denk je op de een of andere manier ook dat je veel meer spullen nodig hebt. En die heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Dus koop echt alleen het hoognodige. Machines, apparaten, toestellen, heel de meuk, dat heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Dus zet je dumbbells, een barbell en een squat rack als je dat hebt. En een bankje uiteraard, dan kom je echt al een heel eind. Dus tip 1, richt eerst je ruimte in en bestel daarna pas materiaal. Dat is exact wat ik ga doen nu in de nieuwe ruimte. Ik ga hem minimalistisch inrichten. En we gaan zo spullen bestellen achter deze computer. En pas als ik verbeterpunten van mijn klanten krijg die zeggen: hey Raymond, waarom heb je dit niet? Raymond, waarom heb je dat niet? Dan ga ik erover nadenken en dan zal ik het hoogstwaarschijnlijk bestellen. Tip nummer 2, dat is: ga voor kwaliteit. Ik zeg niet dat je het duurste van het duurste moet hebben. Maar zoals jullie in de vorige vlog hebben gezien, zei mijn vader: Raymond, koop nou geen squat rack, dat is zonde van je geld, noem maar op. Dus ik was toch enigszins in twijfels. Ik denk, ja, zou die gelijk hebben? Nee, toch niet. Wat ik dus wel heb gedaan is, mocht ik het zat worden of mocht ik een ander squat rack willen of een andere barbel, ik heb wel expres alles van 50 mm gekocht. Dus gewoon dik kwalitatief spul. Mag ik het ooit nog eens een keer verkopen, dan kan je er gewoon makkelijk vanaf. Dus om die reden, kies voor kwaliteit. Als je allemaal 30 mm materiaal gaat kopen, dat raak je aan de straatstenen niet kwijt. En tip nummer 3, ja, het is een beetje een open deur, maar vergelijk. Vergelijk al je fitnessmateriaal. Wat ik altijd doe, nu heb ik bijvoorbeeld een nieuwe ruimte. En ik ga een hele lijst maken met dingen die me te binnen schieten. Ik ga in de andere ruimte kijken wat ik allemaal nog heb. En ik maak een complete lijst. Daarna ga ik die lijst in 2 splitsen. En dan denk ik, dit materiaal heb ik echt nodig en dit materiaal heb ik nog niet nodig. Al het materiaal wat je denkt nodig te hebben, hou je weer op een aparte lijst. En daarna ga je eens bij webshops vergelijken. Het kan verschrikkelijk veel schelen waar je bestelt. We hebben het echt over duizenden euro's. Deze video gaat iets heten van 10.000 euro uitgeven aan fitnessmateriaal of iets dergelijks. Als ik niet had vergeleken, dan ben ik 12.000 euro kwijt. Ik heb 2.000 euro bespaard. Het heeft me een klein middagje gekost om alles te vergelijken. Je moet alleen wel heel goed opletten of er verzendkosten bij zitten. Als je ergens een bankje koopt van, ik noem maar wat, 400 euro... dan is het echt zonde als je 50 euro verzendkosten moet bestellen. Dan ben je dus niet altijd goedkoper uit. Nu ga ik jullie laten zien, door middel van een beetje praten en wat plaatjes in beeld, ga ik laten zien welke spullen ik ga bestellen en waarom ik deze spullen ga bestellen. Nummer 1, wat ik vind dat je eigenlijk moet hebben als je in een eigen home gym begint. Als je natuurlijk al een barbell, een squat rack, etc. hebt, dat even buiten beschouwing. Als je nou wat extra dingen wilt kopen. Nummer 1 is een squatriem. Ik ga zelf 5 squatriemen bestellen in allerlei soorten en maten. Voor mijn leden in mijn sportclub koop ik de flexibele nylonriemen, omdat die harde meestal bij de meeste mensen niet bevallen. En die zijn ook nog eens een keer wat goedkoper, dus dat is ideaal. En als iemand serieus gaat powerliften of serieus in de sterkste mansport terechtkomt, dan komt hij toch vanzelf wel een harde riem. Nummer 2 is iets wat ik niet voor mijn klanten ga bestellen, maar wat ze wel echt heel veel mensen al hebben: powerlift schoenen. Als je daar eenmaal in hebt gestaan, perfect. Je wil er nooit meer uit, gewoon kopen. Is het geld dubbel en dwars waard. Iets anders is een hexagon bar, dat is deze barbel. Ik zeg niet dat je hem nodig hebt per se, maar wil je een keer uitbreiden voor die ongeveer 100, 150 euro wat die kost, is het echt een fantastisch apparaatje. Zeker als je nog niet zo goed bent in squatten. Mensen die nog nooit aan fitness hebben gedaan, die leer ik hier meestal eerst een squat in aan. En vervolgens leer ik ze vanzelf de barbell squat aan, zodat je eigenlijk de helft van de beweging al hebt geleerd. Perfect dingetje, en wil je thuis serieus je benen trainen, knal je gewoon zo'n dingetje neer, neem niet al te veel ruimte in beslag. Iets wat ik bestel ook zijn klemmen, en ik zal eens even wat laten zien trouwens. Over kwaliteit gesproken. Dit zijn, die je nu in beeld ziet, dat zijn lockjaws. Die koop ik altijd, die hup, snap je vast, klaar. Dit is nou wat ik bedoel met geen kwaliteit. Deze veertjes krijgen er altijd standaard bij. Vind ik bloedirritant. Sommige zijn een andere maat, sommige knijpen weer niet lekker, sommige, ik weet niet. Het is gewoon helemaal niks. Dan kennen we deze klemmen ook nog wel. Is al een iets betere kwaliteit, maar ik vind dit toch gewoon te lang duren. Je moet een dingetje aandraaien, dat vind ik niet heel praktisch. Dit is nou wat ik bedoel met kwaliteit. Als ik dit op Marktplaats zet, kom ik hier niet meer vanaf. Die lockjaws, die klemmen, perfect. Daar kom je gewoon vanaf. Ik heb nog wel een voorbeeld. Dit is een van de eerste EZ-barren die ik bestelde, omdat ik dacht, een EZ-bar, een curlstang, is gewoon een EZ-bar, punt. Maar toch, dit rolt, niet soepel, het zit een beetje los, er zitten, even kijken, geen lagers in. Het uiteinde is van plastic. Als je hem dus één keer laat stuiteren, dan is die gelijke pot. Zit er ook weer een gat in. Al met al is dat eigenlijk niks. Dit is ook een typisch voorbeeld. Als ik 10 euro meer had uitgegeven, dan had ik een stukje kwaliteit gehad. Ik denk dat deze, ik weet het niet, 30 euro kost. Als ik 40 of 50 had uitgegeven, heb ik gewoon de EZ-barren die ik nu in mijn loods heb hangen. Laretjes erin, werkt veel beter. Dit is echt gewoon een miskoop. Iets wat ik ook nog ga kopen is een uitgebreide dumbbell set. We hebben natuurlijk al de dumbbell set 2 tot en met 40 kilo staan. Ik ga nog een set kopen van hexagon dumbbells van 2,5 tot en met 30 kilo. Ik denk dat dat voorlopig wel genoeg is. En als dat niet genoeg is, dan wissel ik de rek even om. Dat is nou iets wat heel veel mensen wel kopen voor thuis. Ik persoonlijk vind dat je het niet nodig hebt. Als je in een kleine sportruimte thuis aan het trainen bent, ja, een beetje zonde van je ruimte eigenlijk. Je kan net zo goed gewoon losse halters kopen. Daar de gewichten opschuiven, klikken en gas erop. Heb je eigenlijk je complete set. Of van die mooie verstelbare dumbbells, maar ja, die kosten wel weer een heel stuk duurder. Dan het laatste. Gewichten. Ik heb een tijdje lopen twijfelen over gewichten. Kijk, op schijven kan je best wel wat besparen. Want simpelweg een 50 mm schijf is een 50 mm schijf. 25 kilo weg, 25 kilo, punt. Kan je gewoon laten vallen. Gaat niet kapot voor de rest. Dus geef er vooral niet te veel geld aan uit. Wat ik wel heb gemerkt, maar dat is meer in mijn situatie. Is dat de leden van mijn sportclub de 25 kilo gewichten niet fijn vinden. En heel veel mensen ook niet weten hoe je op de juiste manier een gewichtsschijf beetpakt. Dus ik heb er lang zitten twijfelen, maar ik ga alles vervangen door 20 kilo schijven in plaats van 25. 25 kilo schijven zijn best wel duur. Zeker als je net zoals mij straks 16 moet gaan kopen. Ik moet dus 16 keer 20 kilo kopen. Dan denk ik dat ik weer een tijdje vooruit kan. Dat is best wel aan de prijzige kant. Als je dat weer opnieuw moet kopen is hartstikke zonde. Wat ik ook merk, wat ik doe voor de veiligheid. Ik ben er namelijk niet zo fan van. Ik koop iets duurdere schijven. Wat ik al zonde vind. Natuurlijk, alleen daar zitten wel van die handvaten in. En dat is voor sommige mensen is dat toch echt wel een heel stuk veiliger. En de veiligheid staat in een sportclub staat gewoon voorop. Dus dat moeten we gewoon gaan hebben. Een ander dingetje is ook dat mensen die nog niet zo lang sporten, die zien die getallen er niet zo goed op staan. Als je gewoon een zwart gewicht hebt waar 25 kilo op staat, dan zien heel veel mensen het niet en dan zijn ze heel erg aan het zoeken. Dus het is heel fijn, voor mij persoonlijk, als ik dus gewichten bestel met waar de getallen wit op zijn gemaakt. Dat is een heel stuk duidelijker. Ik ga nu heel veel spullen bestellen. Uiteraard zal er een vlog gaan over dat die spullen worden geleverd. Of dat ik ze in elkaar gezet, of dat ze in elkaar staan. Als je dat wilt zien, laat dan even een reactie achter. Ben je nieuw op dit kanaal? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Remco Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger. Walk by.